Welkom bij Yernaz Online, je wekelijkse dosis logica en feiten, opinie en analyse vanuit een uniek pro-kapitalistisch perspectief. Deze week hebben we een speciale aflevering met kijkersvragen. Deze kijkersvraag heb ik gehaald uit de YouTube comment section, mensen die mij een e-mail hebben gestuurd en wat ik gewoon toevallig ben tegengekomen. De eerste vraag die ik kreeg ging over de uitzending over Jeff Bezos van voor 2 weken geleden. Daarin werd mij gevraagd, Yernaz, jij zegt dat we Jeff Bezos dankbaar moeten zijn voor bijvoorbeeld de service die Amazon ons biedt. Maar is hij wel echt een kapitalist en hebben we hier niet te maken met corporatisme? En waar leg je eigenlijk de grens tussen deze twee? Wat is het verschil? Dit is een perfecte vraag, omdat het echt de vinger op de zere plek legt. Namelijk, wat is echt kapitalisme en wat is overheidsbemoeienis? Dit is een vraag waar libertariërs, waar ik mezelf toe reken, al jaren mee zitten. Ik vind het heel lastig om een precieze grens aan te geven, maar we kunnen wel in de buurt komen van een definitie. Dus, een voorbeeld. Jeff Bezos, die verdient heel veel geld met pakketjes verkopen. Dat gedeelte is allemaal vrije markt. Op het moment echter dat hij weet dat als hij gaat lobbyen bij de staat van New York om daar een nieuw bedrijf neer te zetten en hij in ruil daarvoor allerlei belastingvoordelen kan krijgen, wat namelijk het geval was. Hij wilde 25.000 banen brengen naar New York en was aan het onderhandelen met meerdere overheden om te kijken waar kan ik voor mijzelf de beste omstandigheid creëren om te investeren. Dan begint het alweer te neigen naar corporatisme. Maar ook hier zijn er twee zijdes aan de medaille. Aan de ene kant kan je het Jeff Bezos kwalijk nemen dat hij zoveel mogelijk voordeel wil behalen met zijn bedrijf, terwijl hij weet dat allemaal overheden er gevoelig voor zijn? Tot op een zekere hoogte. Ik zou zeggen, ik neem het die overheden meer kwalijk, want zij leven van belastinggeld en zij geven ons geld uit. Dus zij zouden niet tegen Jeff Bezos moeten zeggen, kom naar ons toe, dan krijg je allemaal gratis dingen van ons. Dit is de perversiteit van een overheid die de economie enorm beïnvloedt. Dat maakt het zo lastig om te zeggen wat is nou echt puur vrije markt en wat is beïnvloed door de overheid. En wat ook lastig is om dan de schuld volledig te leggen bij de overheid of bij die private actor. We hebben het al eerder gehad over de situatie waar Facebook zich in begeeft. Dat de EU tegen Facebook zegt help ons mee om fake news te bestrijden. Dat is natuurlijk een hele lastige situatie voor Facebook. Gaan zij het opnemen tegen de EU met alle risico's van dien? Alleen maar omdat ze geloven in de vrije markt? Ik zou het natuurlijk prachtig vinden. Maar ik weet niet of het fair is om dat te vragen van Facebook. Ik zou de schuld leggen bij de EU. Die hadden nooit die vraag moeten stellen. Die hadden de markt moeten respecteren. Dit is wat het zo lastig maakt om deze twee zaken van elkaar te scheiden. En daarom pleit ik ook voor een overheid die zo terughoudend mogelijk is. Die niet probeert hele prijzen te beïnvloeden, hele markten te vertroebelen. Maar die eigenlijk alleen probeert te zorgen dat de spelregels worden gehandhaafd. Eigendomsrecht wordt gerespecteerd, contractrecht wordt gerespecteerd. Er is een goede rechtspraak in het geval van disputen tussen twee private partijen. Dat is meer de overheid die ik voor me zie. Dat is het kapitalisme wat ik verdedig. Maar ik kan niet ontkennen dat in de wereld van vandaag er zoveel kruisbestuiving is dat het bijna niet meer van elkaar te onderscheiden is. Denk aan voetbalclubs, zelfs voor de coronaperiode. Zoveel voetbalclubs worden door overheden lokaal of landelijk geholpen. Dat is helemaal niet in de haak, dat is helemaal niet eerlijk. Niet op het gebied van voetbal tegenover de andere clubs, maar ook niet ten opzichte van de belastingbetaler. Clubs als Barça en Real Madrid kunnen voor honderden miljoenen aan schulden maken in Spanje. Puur omdat de overheid daar denkt, dit is goede promotie voor Spanje. Maar dit is niet de manier hoe we met elkaar kunnen leven. Want stel je voor als Nederland nu zegt, we gaan miljarden pompen in Ajax, Feyenoord en PSV. Omdat we graag mooie sier willen maken in Europa. Dat is niet de manier hoe je een serieus land bestuurt. Die houdt die zaken van elkaar gescheiden. Dus ik denk dat je echt per sector kan kijken wat is absoluut corporatisme en wat zijn schemergebieden. Daarom is het heel lastig om te zeggen dat Bezos één van de twee is. Wat ik wel zie is dat Jeff Bezos een toegevoegde waarde is voor de economie. En dat hij heel veel waarde dus toevoegt aan mensen hun levens, banen creëert en betere diensten levert. Dat hij daarbij ook deels betrokken is in een corporatistisch stelsel, ga ik niet ontkennen. En omdat ik hem niet persoonlijk ken, weet ik niet of dit zijn eigen wens is. Maar ik weet wel dat hij ook niet volledig vrij was. om te zeggen, ik weiger mee te doen met al deze corporate initiatieven. Dat maakt het zo lastig en dat maakt de strijd voor echt kapitalisme ook zo belangrijk. En dat is ook een van de redenen waarom ik het kanaal ben begonnen en waarom ik überhaupt mijn mening uit en schrijf en praat en in de politiek ben gegaan. Omdat ik zo graag wil dat we dit verschil kunnen ontdekken tussen wat is de echte vrije markt. Want het verschil tussen de twee is dat de echte vrije markt heeft een zelfreinigend mechanisme. Een echte vrije markt zorgt ervoor dat mensen die verkeerde investeringen doen, blut worden. Dus een voetbalclub die 5 spelers koopt die allemaal er niks van kunnen, die zou failliet kunnen gaan. Dat is het zelfreinigende mechanisme van de vrije markt. Op het moment dat de overheid zegt, wij staan garant voor de schulden die je maakt, dan is dat helemaal verloren. Dat reinigende element is weg. Het is minder risicovol geworden voor die clubs, dus ze spelen eigenlijk op veilig. Denk aan de bankencrisis in 2008. Precies hetzelfde. Omdat de overheid zei, wij gaan jullie redden, no matter what. Toen dachten die banken, oké, het maakt allemaal niet uit. Dan kan ik net zo goed alles op rood zetten in het casino. Want als ik win, ben ik heel blij. En als ik verlies, moet de belastingbetaler ervoor opdraaien. Dat is puur corporatisme en daar ben ik mordicus tegen. De tweede vraag die ik van meerdere mensen binnenkreeg is, waarom die focus op de leugens van Biden? Heeft Donald Trump niet veel meer leugens verteld? Dus waarom doe je dat eigenlijk? Nou, zoals ik in die video aangaf, ik erken dat beide mannen een loopje met de waarheid hebben genomen. En vaker dan 1 keer. Maar het punt is dat die leugens bij Biden niet naar het oppervlak komen, omdat de media zwijgt en eigenlijk het wel prima vindt, want hun enige doel is Trump uit de weg halen. Daar wilde ik iets aan doen. Dat beeld wilde ik nuanceren. Daarna kan je ook kijken naar de aard van die leugens. Hè? Trump liegt over dat hij heel veel geld heeft. Biden liegt over dat hij een geweldige student was vroeger en hij pleegt plagiaat. Je mag zelf kiezen welke van de twee je erger vindt. Ik vind dat je uiteindelijk de keuze moet baseren op hun beleid. Want dat is waar de mensen daadwerkelijk mee te maken hebben. Maar het ging mij meer om dat beeld te nuanceren van good old Joe, die doet niemand kwaad, die is een hartstikke goede man. En dat is absolute onzin. Dus dat was meer het punt, niet het punt dat omdat Biden liegt is hij per se fout en Trump is wel goed, want die zou niet liegen. Daar doe ik niet aan mee. Ik ben altijd eerlijk met jullie. Beide mannen liegen. Beide mannen liegen vaak, maar uiteindelijk moeten we gaan voor beleid. En dan is voor mij de keuze heel helder. Ik ga voor Donald Trump. Ik kreeg nog een tweede vraag over Trump. En die vraag was, hoe schat ik zijn winkansen in komende verkiezingen 3 november? Nou, ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik zie het niet zo positief in. Kijk, de vorige keer in 2016, veel mensen denken dat alle polls ernaast zaten, maar dat is niet helemaal waar. De statenpolls zaten er vaak naast, maar eigenlijk waren de landelijke polls vrij accuraat. Hillary Clinton zou met een paar procent verschil winnen van Donald Trump en precies dat is ook gebeurd. Alleen, het gaat in Amerika niet om de popular vote, dus het totaal aantal stemmen, maar om het aantal kiesmannen dat je haalt per staat. En omdat Trump in 3 staten 80.000 stemmen meer heeft gehaald, heeft hij toen Hillary Clinton verslagen. Nou, eenzelfde scenario zou zich weer kunnen voltrekken. Alleen de voorsprong van Biden in de landelijke polls is toch significant hoger dan die van Hillary. Als we kijken naar veel van de statenpolls, dan ligt het wat dichter bij elkaar. Maar ik kijk vooral naar een staat als Florida. Omdat op het moment dat Donald Trump die staat verliest, het waarschijnlijk voorbij is. Want het zijn 29 kiesmannen en die kan je niet zomaar verliezen. Ik zie het op dit moment somber in. Er zijn wel een paar indicaties waardoor ik denk de polls zouden ernaast kunnen zitten. Dat wil zeggen, 4 jaar lang Trump-bashing zou ervoor kunnen hebben gezorgd dat mensen minder gauw willen toegeven dat ze op Trump stemmen. Dus dat is 1 mogelijkheid waar we op kunnen hopen dat het waar is. Een andere mogelijkheid is dat Trump-stemmers gewoon minder goed worden gepeild in het algemeen. Wat ook de vorige verkiezingen een element vormde. Maar ik vind dit net iets te weinig om al mijn hoop op te vestigen. Ik hoop op nog een oktober surprise die de boel kan openspelen. Bijvoorbeeld onthullingen over de zoon van Joe Biden, Hunter Biden bijvoorbeeld. Zoiets zou nog iets teweeg kunnen brengen. Het idee dat democraten allemaal nieuwe rechters willen benoemen aan het Hoge Rechtshof als ze de Senaat in handen houden, kan ook misschien een effect hebben op de verkiezingen. Maar Wat eigenlijk belangrijker is deze keer, behalve alleen de president, is vooral de Senaat. Omdat de Republikeinen hebben nu een hele nipte meerderheid in de Senaat en de Democraten beheersen het congres. Op het moment dat Joe Biden president wordt en de Republikeinen hebben de Senaat alsnog in handen, kunnen ze heel veel tegenhouden. Kunnen ze heel veel schade beperken. Op het moment dat de Democraten zowel de president als het congres en de Senaat in handen hebben, dan wordt het een hele taaie 2 jaar. Want dan hebben we pas in 2022 de kans om het congres weer in Republikeinse handen te krijgen. En in die 2 jaar zal Joe Biden dan vrij spel hebben. Hij kan 10 hoge rechters erbij benoemen. En ja, dan is echt het hek van de dam. Dus dat scenario zou extreem dramatisch zijn. Natuurlijk wil ik dat Trump wint, maar voor Amerika is het eigenlijk nu nog belangrijker dat de Senaat vooral in Republikeinse handen blijft. Een andere complicatie deze verkiezing, waardoor het waarschijnlijk een juridisch touwtrekspel zal worden als de verschillen dicht bij elkaar liggen, is dat je hebt nu al early voting in meerdere staten. Mensen kunnen nu al stemmen. Dat was al voor de coronapandemie zo. En er zijn heel veel mensen die vanwege die pandemie per post zullen stemmen. Dit is een methode die eigenlijk alleen incidenteel wordt gebruikt voor bijvoorbeeld mensen in het leger, maar die nog nooit op landelijke schaal is gebruikt om honderden miljoenen stemmen te verwerken. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er een scenario zich zal ontvouwen waar op 3 november Donald Trump aan de winnende hand is, omdat meer Republikeinen persoonlijk zijn gaan stemmen, maar dat we dan wekenlang moeten afwachten en zien hoe Joe Biden steeds in begint te lopen en misschien zelfs eroverheen gaat. Ik garandeer jullie nu al, dat wordt een juridisch getouwtrek van alle kanten. Er gaan natuurlijk continu rechterlijke uitspraken komen over of bepaalde stemmen wel of niet mogen worden geteld, of ze onder de juiste voorwaarden zijn bewaard. Het is nog veel erger dan in 2000 tussen Bush en Gore. Dat is eigenlijk het meest dramatische scenario wat ik voorzie. En als die 2 mannen met binnen 1% of in een half procent van elkaar zitten en er is heel veel dispuut over welke stemmen wel of niet tellen, dan durf ik niet te voorspellen waar het naartoe gaat. Dus om terug te komen op de vraag, ik zie nu de kansen somber in. Ik denk dat hij nog kan winnen mocht er iets gebeuren. Maar het afzeggen van de debatten zal hem zeker niet helpen. En zolang de media Joe Biden rugdekking blijven geven en hem toestaan om niet op te komen dagen, zich te verschuilen, geen moeilijke vragen aan hem stellen, zal het heel moeilijk worden om die groep in het midden, die natuurlijk de beslissing gaat maken, zover te krijgen om in plaats van op Biden op Trump te stemmen. Dat is mijn analyse. De laatste vraag die we behandelen gaat over deze trui en het merk Freedom Fashion. Heel veel mensen vroegen, Yernaz, wie is die Ayn Rand nou eenmaal? Wie zijn al die figuren? Hoezo maak je opeens reclame voor dit merk? Wat zit hier precies achter? Nou, voor de helderheid, Freedom Fashion is opgericht door een vriend van me, die ook libertarisch is. Ik ken hem al jaren, hartstikke goede gozer. Deze trui staat Ayn Rand op. Zij is mijn persoonlijke filosofische heldin. Ze is geboren in 1905, is overleden in 1982. Heeft een prachtige filosofie ontwikkeld, genaamd objectivisme. Ik zou jullie vooral zeggen om dat even op te zoeken en te kijken wat daar allemaal in zit qua inhoud. En ik ga op 1 november een nieuwe website lanceren. Die heet de Ayn Rand Alliantie. En rond die tijd zal ik jullie dat ook weer laten weten. En daar kan je veel meer informatie over haar vinden. Een paar van de andere helden die ik steeds noem. Iemand als een Thomas Sowell, dat is een zwarte econoom in Amerika die geweldig onderzoek heeft gedaan naar verschillen tussen groepen op economisch gebied en hoe we dat kunnen verklaren, waarbij hij niet kijkt naar racisme en al die vooroordelen, maar heel puur naar de inhoud. Nou, hoe productief is deze groep? Hoe oud is deze groep? Wat verklaart deze verschillen? En ik vind dat hij een van de beste inzichten heeft in de Amerikaanse cultuur. Hij leeft nog steeds. Je kan ook van hem nog heel veel materiaal vinden. Hij had volgens mij 2 jaar geleden nog een heel lang interview met Dave Rubin. Kan je op YouTube vinden. Misschien linken we die ook onderin in de beschrijving. Een andere grote held is natuurlijk Milton Friedman. Nobelprijswinnaar in de jaren 70. Bekend van de YouTube-serie Free to Choose. En de man was een geweldige PR-machine voor kapitalisme. Ik ben het niet met alles van hem eens, maar hij was één van de allerbeste in uitleggen waarom een vrije markt efficiënter is dan overheidsbeleid. Dat zijn een paar van de grote helden. Uiteraard Margaret Thatcher, waar we 2 weken geleden over hebben gehad. In mijn ogen de beste premier in het Westen na de Tweede Wereldoorlog met afstand. Die vrouw is voor mij een absolute politieke titaan. Niet alleen omdat ze goed haar tegenstanders begreep en kon bestrijden, maar ook omdat ze conservatisme en kapitalisme moreel wist te verdedigen en niet enkel op pragmatische gronden. Ze wist echt heel goed te benadrukken over dat de positie die zij had moreel superieur was aan die van haar tegenstanders. En niet alleen economisch tot een hoger nationaal product zou leiden. Want dat is de fout die veel rechtse mensen in mijn ogen te vaak maken. Dat zijn 4 van de grote helden. Op de site vind je er nog veel meer. Veel zijn bekend in Amerika. Daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar ik dacht, deze 4 zijn natuurlijk de bekendste. Dus daar wilde ik jullie graag iets meer over vertellen. En ik nodig jullie uit om ze vooral verder te onderzoeken en je te verdiepen. Want deze mensen hebben de vrijheid die wij vandaag kennen mede helpen opbouwen. Bedankt voor het kijken naar deze speciale aflevering van Yernaz Online. Volg mij vooral op mijn sociale media kanalen. De show ondersteunen kan via Subscribestar. En wil je zo'n prachtige trui aanschaffen, dan kan dat. En met de code Yernaz20 krijg je maar liefst 20% korting. En op die manier help je de show ook. Ik zie jullie volgende week.